Er zit een hele toxische zijde aan spiritualiteit, wat niet heel anders is dan de mensen die geloven dat de overheid het juiste met ons voor heeft. Alleen verpakt in een jasje van alles wat spiritueel is, is juist en goed en gloemkleurig licht wat stroomt uit je hartchakra. Maar ondertussen, achter die neppe lach, afgunst en haat naar iedereen die vlees eet. De bekende agressieve vegans uit de woke community, bijvoorbeeld. Het is bizar dat mensen die zich links noemen en woke juist de meest blinde en gebrainwashed mensen zijn. En het is nog meer bizar dat in de wereld van ware spirituele kennis mensen totaal niet bewust en wakker zijn. Weet je hoe je een persoon kunt herkennen die werkelijk leeft in lijn met de waarheid van het bestaan? Ze nemen zichzelf en de wereld niet te serieus, omdat ze weten wat er achter het scherm van de illusie afspeelt. In deze video deel ik met je een van de grootste gevaren van New Age spiritualiteit en hoe je kunt voorkomen in deze soul trap gevangen te raken. Elk moment dat jij het gevoel hebt jezelf te moeten verdedigen, dat is het moment dat je de spirituele weg bent kwijtgeraakt. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Voor iedereen die nieuw is op het kanaal, welkom. Ik maak wekelijks video's over down-to-earth spiritualiteit, zelfontwikkeling en tools voor meer vrijheid, geluk en voldoening. Je zou me enorm steunen en helpen in de groei van het kanaal door even op de like-knop te klikken onder de video. En als je op de hoogte gebracht wordt van alle nieuwe content die ik post, klik dan meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Ja, spiritualiteit. Wat een apart gebeuren is het. Ik hoop dat we over 10 jaar het woord niet meer hoeven te gebruiken, omdat alle mensen in onze omgeving gewoon leven in lijn met het leven. Met de schepper, het universum. En dat we allemaal dreadlocks hebben en op flipflops lopen. Want het universum heeft dreadlocks en loopt op flipflops, toch? En dingen als synchroniciteiten, downloads, inspiratie, manifestatie en spirituele zogenaamde gaves gewoon normaal zijn, zoals ze horen te zijn. Geen reden om er labels voor te gebruiken. Geen reden om er hele concepten over te verzinnen of er urenlang over te praten. We snappen het gewoon, tegen die tijd. En we belichamen het. We leven het. Gewoon ware, moeiteloze vriendelijkheid, compassie en begrip naar zelf en elkaar. That's it. Dat is de waarheid gemanifesteerd in menselijke vorm. Maar tot die tijd is de mensheid nog in een transformatie waar steeds meer mensen de intrinsieke drijf voelen die diep gegrond zit in elk mens. De natuurlijke behoefte om je ware essentie te ontdekken. Je ware natuur. En om die ware natuur te vinden, hoef je echt niet naar India. En als je gaat, laat je ego dan thuis als je verlicht wilt raken. Maar tijdens deze ontdekkingstocht gaan er veel mensen, vroeg of later, een verkeerde afslag in. En blijven in cirkeltjes over dezelfde rotonde rijden op zoek naar hun oorspronkelijke bestemming. En dan krijg je de New Age spiritualiteit. Ware spiritualiteit dat een soort religie is geworden. Waar iedereen in kan stappen en heel spiritueel kan doen. Deze trend heb je trouwens overal. Mensen die ergens bij willen horen, maar niet het werk willen doen om het zogenaamde label te verdienen. Gewoon luie ego's. Ik moet nu even denken aan Braziliaans Jiu-Jitsu. Ik sprak laatst iemand die vertelde me wat hij zo mooi vond aan Jiu-Jitsu. Hij zei, je kan het niet faken. Je kan niet doen alsof je het snapt. Je kan niet veel praten en een opgeblazen ego hebben om succesvol te zijn. Je kan het niet kopen of er meer van krijgen door geluk. Je kan niet liegen in je competentie hierin. Want je wordt elke seconde van je practice getest op je waardigheid van de band die je draagt. Geloof me, ik kwam binnen 10 kilo zwaarder dan nu en heel veel kracht om gewichten te verplaatsen. Maar daar is niet veel meer van over als je 100 keer afgetapt hebt omdat een of andere nerd je alle hoeken van de mat laat zien. Kort gezegd, als jij jezelf voordoet als iemand die het weet, val je direct door de mand en word je gechoked en sta je zwaar voor lul. Daarom is er zo'n diep respect onderling. Een respect die ik niet op veel plekken in de wereld zie. Ware respect komt namelijk van het opbouwen van ware competentie. Respect verdien je niet zoals deze maatschappij graag wilt door een slachtoffer te zijn. Respect verdien je door ass te kicken in jouw space. Omdat je kan alleen maar jezelf nederig opstellen. Je kan het niet faken. Iemand die een hogere band heeft, wat zegt dat hij een bepaald niveau heeft bereikt en competent is in zijn craft, is dat gewoon waard.
Daar is geen twijfel over mogelijk. Anders valt hij zeer snel door de illusiemand. In spiritualiteit is dat iets anders. En ook al valt iedere New Age spiritueel persoon die gewoon een spirituele religie erop nahoudt, direct door de mand bij iemand die het licht werkelijk gezien heeft. Een voordeel als je vibe verhoogt. Alle vibes waar je vandaan komt, je weet hoe ze voelen. En daarin voel je ook alle bullshit in andere mensen. Het is niet zo duidelijk. Zeker voor mensen die net into de spiritualiteit ingaan. Of mensen die in een kwetsbare positie zijn. In pijn. Net iemand verloren. Net door hun eigen dark night of the soul gaan. Nog veel trauma in zich. Laag vibend. Nog niet in contact met hun intuïtie. En daarmee niet goed kunnen voelen wat fake is. Ik voel dat jij heel veel succes gaat bereiken in de toekomst. Wauw, echt? Ja, wacht even. Ik voel dat jouw moeder aanwezig is. Huh? Maar die leeft nog. Oh, nee, het is je oma. Die leeft ook nog. Je tante. Die leeft ook allemaal nog. Nee, het is je overgrootoma. Oh ja, 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 die is dood. Je overgrootoma vertelt dat er iemand op je pad gaat komen die je dromen kan waarmaken in ruil voor een maandelijkse bijdrage van 1000 euro voor een online cursus. Wauw, cool. Ja man. Heb je interesse in een online cursus dromen waarmaken? En die mensen die in de handen vallen van spirituele bullshitters, die het ergst van allemaal vaak geloven in hun eigen bullshit. Dat is soms, heel vaak eigenlijk, catastrofe. Deze spirituele bullshitters geloven namelijk in dingen zoals het kunnen helen van mensen. Het zelf kunnen helen van mensen. Contact maken met overledenen, gidsen, ascended masters, intune op de Akashic records, tijdslijnen zien, voorstellingen maken, plantmedicijnceremonies verzorgen. Hetzelfde als autohandelaar. Je hebt ze waar je graag een auto van koopt. En dan heb je ook nog Beun de Haas, garantie tot de voordeur. En deze dingen zijn allemaal prachtige tools, maar niet in de handen van mensen die geen idee hebben wat ze doen. Of die juist een idee denken te hebben wat ze doen. Mensen die het doen vanuit ego-gedreven intenties in plaats van zuivere intenties. En aan de oppervlakte ziet het er vaak niet zo uit. Ik heb mensen gesproken die bij een spirituele verlichte meester in mentorschap waren. Die waren daar om de teachings te ontvangen, om verlicht te raken. Van een persoon, letterlijk, een ego-persoonlijkheid die dacht verlicht te zijn, omdat hij de cursus in wonderen had gelezen en dacht, ik ben er, maar op het niveau van het hart totaal geen progressie had gemaakt, in de zin van, er was geen daadwerkelijke awakening of verlichting. Als je bij een spirituele mentor terechtkomt en je raakt nog meer in de war dan dat je al was, dan is het tijd om een nieuwe mentor op te zoeken. Er was gewoon een spirituele religie en dat is ook de indoctrinatie van vele religies. Waar vanuit de buitenkant alles vanuit de juiste intenties lijkt te zijn. En soms gaat het goed. Ik bedoel, als mensen hier steun vinden, in de kerk, prima. Maar echte spirituele progressie is er niet. Er is alleen maar het zingen van liedjes en het opzeggen van versen uit de Bijbel en andere boeken. Het bidden van vaste affirmaties, sutra's of wat dan ook. Ga maar elke kerk of moskee in en vraag iedereen, wat is je ervaring van God? En er zal altijd een of andere interessante tekst worden opgelezen. Vraag een verlichte meester naar de ervaring van God en je zal enkel gewezen worden waar je heen moet kijken. Maar er zit geen waarheid in, want de essentie erachter, de waarheid van de teksten, waar de teksten oorspronkelijk naar wijzen, zijn niet zichtbaar. En zo blijft het bij een mentale religie, wat gewoon een mentale gevangenis is, maar dan iets comfortabeler dan je normale hel op aarde. Hetzelfde als van een kookverslaving overgaan naar een crossfitverslaving. Is beter voor je lijf, maar met diezelfde energie nog steeds destructief. Dus prima voor mensen die een comfortabele gevangenis zoeken, maar niet prima voor degenen die op zoek zijn naar echte waarheid, die je alleen maar kunt vinden als je uiteindelijk je mond gaat houden en overgaat van het concept naar een belichaming van het concept. De practice wordt je manier van leven. En er vindt een verdieping plaats van de teaching in de practice. Even tussendoor. Ik ga langzaamaan de deuren openzetten om mij te melden een heel bijzonder evenement die 21 oktober gaat plaatsvinden. Een live retreat in Bellingwolde in Groningen op een prachtige locatie waar je gelegenheid krijgt om een directe realisatie te krijgen van waarheid.
gestuurd door een ware verlichte meester. Het doel van deze retraite is om de realisatie niet alleen te ervaren op het diepste niveau, maar deze ook te belichamen in je dagelijkse leven, wanneer je leven weer vervolgt. Meer info, klik op de link in het scherm of hieronder in de beschrijving. En dan is er zelfrealisatie. Dan zijn er ontdekkingen. Awakenings op vele levels. Tot een punt waar je het gewoon meer snapt. En het ego meer wegvalt. Het grootste gevaar. En de reden waarom mensen ten prooi raken in de New Age spiritualiteit. Of laten we gewoon zeggen, fake spiritualiteit. Religieuze spiritualiteit. Religie in het algemeen. Is omdat ze lui en arrogant zijn. Wauw Mike, dat klinkt hard. Ben jij wel echt spiritueel? Spirituele mensen gebruiken niet zulke niet-spirituele, niet-liefdevolle, niet-compassiewoorden. Ik vind jou geen... Hou je kop dicht man, zeveraar. Ware spiritualiteit schuilt vanuit liefde en waarheid. Linkse softie. En dit klinkt misschien hard, maar dat is precies waarom dit rare gebeuren kan in deze wereld. Dat is precies waarom alle rassendiscussies bestaan. Of mannen en vrouwen die aangesproken willen worden als tepot of andere benaming. Kom op, elke keer wanneer je getriggerd voelt om een uitspraak of gebeurtenis, dan heb je gewoon nog niet genoeg aan jezelf gewerkt. Dat deel van onze menselijkheid moeten we echt gaan overstijgen als we een betere wereld willen. Omdat mensen lui en arrogant zijn. Mensen zijn te lui om het innerlijke werk te doen, om vrij te breken uit hun beperkende identificaties en het helen van zichzelf. En mensen zijn te arrogant omdat ze denken alles te weten, waardoor ze denken dat ze alle antwoorden al hebben. Terwijl als je de antwoorden echt weet, zou je de resultaten moeten zien in je leven die je wenst. En ik zie een hoop mensen die veel praten, maar volgens universele feedback waardeloze cijfers scoren. Zegt genoeg. Er is meer. Want spirituele bypass, zoals ze dat noemen, wat niets meer is dan masturberen op spirituele content, maar nooit het echte werk doen. Shit, die metafoor had ik niet moeten gebruiken. Dat geeft echt een ranzig beeld. Maar goed. Wel duidelijk. En het echte werk is in dit geval het werk in de wereld. En dat is veel verschillend werk. Want stel, iemand neemt verantwoordelijkheid en is niet zo arrogant net als de meeste mensen die ten prooi vallen aan een religie. Van wat voor soort dan ook. Religie in de heilige boeken, spiritualiteit, in de overheid, in welke auto het beste is. Ja, die mensen zijn echt. Mensen die werkelijk BMW's slechte auto's vinden. En mensen die geen BMW kiezen omdat die slecht zijn. Die mensen zijn echt triest. Wanneer iemand verantwoordelijkheid neemt en zichzelf openstelt, komt er ruimte om waarheden te gaan onderzoeken. En we hebben allemaal gezien in de COVID-tijd, wanneer mensen hier klaar voor waren, wat voor mooie dingen er kunnen gebeuren in het ontdekken van die waarheden. Vooral het cultiveren van ware spiritualiteit. Maar ook wat er gebeurt als mensen dit niet doen. En gewoon blijven hangen in een religie. Ook de wappies die doorslaan in de anti-schapenreligie, die kan ook gevaarlijk zijn. Minder gevaarlijk, maar nog steeds een blokkade voor het pad naar ware waarheid. Maar als iemand dus de verantwoordelijkheid neemt, dan gaan alle deuren open naar ware ontwikkeling. De route naar waarheid. Ware spiritualiteit. Laten we spiritualiteit gewoon weglaten. Het ontdekken van waarheid. Er is maar één waarheid. Echt. Het ontdekken gaat in vele lagen van realisaties, maar uiteindelijk komen we aan bij dat ene, dat meest misbruikte woord van de wereld, God. Maar in het ontdekken daarvan zul je een hoop stages van verlichting moeten doorlopen. Je kan niet van compleet in je ego gesmolten wakker worden van, hey, kijk eens, dit mooie spirituele pad. En direct aankomen in het licht en vervolgens een verlichte meester zijn. Tenzij je Eckhart Tolle heet. Maar laten we zeggen dat zijn ziel waarschijnlijk van een heel ander kaliber is. Voor de meeste mensen betekent dit een proces van schaduwwerk. En het omhoogwerken en zelfactualisatie van onszelf. We worden wakker. We ontdekken het spirituele pad. En vervolgens komt er een hele lange weg van kutwerk. Ja, eerlijk. Gewoon kutwerk. Veel schaduwwerk. Veel ontdekken over jezelf. Veel bewustwording. Veel loslaten van patronen. Veel verantwoordelijkheid nemen voor je toestand. Veel veranderingen aan je externe leven. Maar zelfs wanneer je zieltjes dit pad bewandelen. Veel mensen zijn op een gegeven moment best wel oké. Een paar traumatjes verwerkt. Het leven is vrij comfortabel. En dan stoppen ze met ontwikkelen. Vandaag wakker geworden zonder paniekaanval. Goed bezig. Ik ben spiritueel verlicht. Terwijl we nog heel wat stages van verlichting missen op ons proces. En niet iedereen. Sommige mensen fixen zichzelf en raken heel snel in een hoge vibe en leven vanuit daar verbonden met de waarheid. Waarna het leven door hen heen werkt en ze een bepaalde bijdrage gaan leveren vanuit liefde.
Maar ik ontmoet heel veel mensen die op een punt zijn waar ze zijn gestagneerd. Ze bewandelen het spirituele proces een tijdje, hebben best wel wat groei meegemaakt, zeggen dat ze tevreden zijn, maar zijn eigenlijk helemaal niet tevreden en komen in een positie in hun leven van leegte. Geen doel, geen betekenis, geen voltooide zelfactualisatie. Stel je voor dat je klaar bent met je spirituele proces en gewoon tevreden bent. Hoe saai is dat? Heeft je ziel echt gekozen om gewoon op de bank zitten en spirituele video's te kijken heel de dag? Voor veel mensen is naast het schaduwwerk ontwijken nog een onderdeel van spirituele bypass. En dat is succes in deze matrix vermijden. Nou is dit een paradox, want om uit de matrix te komen en juist je ego te overstijgen, wil je niet te veel investeren in de systemen van de matrix. Maar het paradox is dat juist om de stage van verlichting te bereiken waar je het ego gaat overstijgen. Dat is trouwens het teken dat je de hoogste levels van bewustzijn bereikt. Het leven presenteert steeds meer paradoxen. Je eerst jezelf moet vullen op alle stages die ervoor gaan. De piramide van Maslow, die je hier ziet afgebeeld. Je moet de stages van verlichting doorlopen. Eerst je fysieke basisbehoeften, je veiligheid en zekerheid, je relaties en betekenis in de groep, je zelfvertrouwen, je zelfactualisatie. En vervolgens, als alle stages zijn doorlopen, is zelftranscendatie een logisch gevolg. Niet voor iedere ziel, maar wel voor de meesten. Wel voor iedereen die valt in de soul trap van fake spiritualiteit. En omdat de stages van verlichting niet correct zijn doorlopen, zich maar heel verlicht gaan gedragen. Dit is een bewuste pauze, omdat verlichte meesters veel pauzes houden in hun spraak. En vervolgens komt er iets van wijsheid uit. Of stront als je aan het faken bent. Ik ben tevreden met wat ik heb, terwijl de energie zegt ik voel me arm. Ik ben gelukkig, terwijl de energie zegt ik kom tekort. Ik geloof in God, terwijl de energie zegt ik ben klein en onderdanig. En ik hoop maar dat er een God bestaat, want ik ben als de dood om als klein mensje en ego dood te gaan. En je voelt het als je jezelf voor de gek houdt. Je voelt het door niet intens gelukkig en dankbaar voor je leven te zijn. Jij verdient intens geluk en dankbaarheid. Geef het jezelf dan ook. De stages van verlichting doorlopen en jezelf op elk vlak vullen waarvan je voelt, hier mis ik vulling, zal ertoe leiden dat je op een punt dit hele ego overstijgt, omdat je het ego alles gegeven hebt en het gewoon werkelijk zoiets heeft van wauw, ik heb alles bereikt wat ik wilde. Nu is het tijd om dit te gaan delen in de wereld. Maar hiervoor heb je, kun je je voorstellen, een heel volwassen ego nodig. Een heel schoon, zelfgeactualiseerd ego. Een die geprogrammeerd is op een wijze die niet limiterend en destructief is. In een lichaam dat hoog vibet. En als je kijkt naar vele ware verlichte meesters, doen die zichzelf niets tekort. Ik bedoel, ze hebben niet allemaal 93 Rolls Royces, maar die dat echt willen, manifesteren ze ook. Dit leven is voor ons bedoeld om het maximale uit ons proces te halen. En dat betekent altijd de stages doorlopen die jou lichter maken en je vibe maximaal verhogen. Dat betekent dat als je in een punt bent van je leven waar je je niet verdomme zo gelukkig voelt dat je het van de daken wilt gaan schreeuwen, je dat misschien niet kan oplossen door verlicht te raken in je huiskamer met een boek van Eckhart Tolle, terwijl je persoonlijke proces van je vraagt om je leven in orde te maken. Er is een shortcut naar verlichting, tenzij die shortcut voor jou niet bestemd is. Ik zei toch, paradoxen. Er zijn mensen die heel snel in een stage van verlichting kunnen gaan. Ze worden wakker en ze zijn het direct al. Totaal geen ego-behoefte, maar volledige overgave aan het leven. Maar deze mensen herken je direct als niet-bullshitter. Dat zijn de ware, autonome, spirituele mensen. Je herkent ze aan dat ze weten wat ze willen in het leven. Ze leven voor een hoger doel. Ze zijn wijs en verbonden met iets groters. En ze praten met pauzes. Omdat ze alle tijd van de wereld hebben overstegen. Geen haast. Maar voor de meeste mensen, die moeten gewoon door alle stages heen. Eerst door de hel van hun leven. Daarna wakker worden, daarna zichzelf op persoonlijk vlak fixen, daarna hun leven fixen. En pas als alles in lijn is met wat het leven van ze vraagt, persoonlijk, relaties, financieel, carrière, lifestyle, gezondheid, alles in het leven wat aanvoelt als niet compleet, pas dan kan het ego worden overstegen
en kan de grootste doorbraak in verlichting worden gemaakt. Het gaan overstijgen van het ego en het starten van een leven in service van het universum. Dat klinkt trouwens als hele grote dingen doen, maar ik ken serieus iemand die hier bij de Lidl werkt en verdomd hoog vibe daar. De leukste vakkenvullen die ik ooit heb gezien. Het universum vraagt gewoon van je om jouw unieke rol zo goed mogelijk te vervullen. Kort gezegd, wat ik hiermee wil zeggen is, doe jezelf niet tekort. Doe het werk om jezelf maximaal te fixen. Heel jezelf, heel je trauma's. Laat beperkende overtuigingen los. Val niet ten prooi aan het creëren van een religie van al deze spirituele kennis, maar geef jezelf ook alles in de wereld. Want ja, je bent een spiritueel wezen in een menselijk lichaam, maar jouw lichaam is ook het goddelijke. Alles is het goddelijke. Ook dit leven is het goddelijke. Dit is heel gevaarlijk voor sommige mensen om te horen. Beter gezegd, sommige ego's. Kijk dadelijk naar deze video even goed in de spiegel, oké? Beloof me dat. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een paar goddelijke Christus bewustzijn ego's gemaakt te hebben. Het is God die zichzelf in het leven heeft gedroomd. En jij die alles wenst in je leven, inclusief geld, materiële successen en een riante lifestyle. Dat is je allemaal gegund. Als het van een zuivere intentie komt. De schepper wil dat jij rijk bent. En wat rijk betekent is uniek voor ieder uniek perspectief van mens. Maar rijk zijn is hoe je je voelt. En als jij je niet rijk voelt, is er nog werk aan de winkel. Tevreden en gemiddeld zijn is niet waarvoor je op aarde gekomen bent. Tevreden en gemiddeld zijn is een val van de matrix. Denk in overvloed en gun jezelf. Belangrijk sleutelwoord vanuit zuivere intenties. Gun jezelf alle rijkdom die je mag ontvangen. Het zou zonde zijn als je dadelijk weer voor de poorten van de hemel staat en uitgelachen wordt omdat je voor de zoveelste keer je potentie niet gebruikt hebt. Dat wordt nablijven. Dus, that's it. Iets langere video dan normaal, maar goed, dit moest er blijkbaar uit. Veel geluk in je proces. En als je trouwens klaar bent om rijkdom in alle onderdelen van je leven aan te trekken, misschien is het dan een juiste beslissing om aan te sluiten bij de manifestatie mastermind traject die start op 12 maart. Rijkdom aantrekken is makkelijk als je de juiste fundering hebt. En die ga ik hier met je delen. Check de link hierboven of in de beschrijving onder de video. En als je tot hier in de video bent gekomen, laat het me even weten door in de comments te typen. Rijkdom is ons geboorterecht. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je het kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje, zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf. En de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.